De aanklacht wordt tegen heel veel instanties en overheidsambtenaren gedaan. Zoals van het College van Procureurs-Generaal, het Openbaar Ministerie. Diverse ministeries die bij de vuurwerkregelgeving betrokken zijn. De gemeente die haar brandweermensen onvoorbereid en voorzien van verkeerde regelgeving naar die vuurwerkbrand heeft gestuurd. En wat ik daarmee hoop te bereiken is dat duidelijk wordt dat de overheid hier zo slecht bezig is geweest met dit onderzoek dat zij in feite aan ondermijning van de rechtszekerheid doen. Ik geef ook aan dat ik het waar kan maken, denk ik. Ik heb 1400 bladzijden aan bijlagen bij de aangifte van 40 bladzijden gedaan. En ik denk dat ik een eind ga komen. Ik denk dat ik hier een klacht indien tegen het hele rechtssysteem in Nederland. Dit is een noodzakelijke stap die wat plaats moet vinden, helaas. Na zoveel jaar, na 19 jaar. Men komt niet in beweging. U voelt zich gedwongen om dit te doen? Wij voelen ons gedwongen om dit te doen. In het kader van rechtvaardigheid, maar ook waarheidsvinding. Enschede verdient dat, maar wij ook. Nou, in Nederland is het zo dat je wordt vervolgd. Maar dan moet je wel worden vervolgd voor de werkelijke strafbare feiten. Die wat gepleegd zijn. En die zijn niet door het bedrijf gepleegd en niet door mij gepleegd. Daarvoor zijn anderen verantwoordelijk en uiteindelijk schuldig. En daarom deze aangifte. Met welk gevoel staat u hier? Met een best wel dubbel gevoel en ook best heel emotioneel. Want normaal gesproken zou ik niet hebben kunnen bedenken dat ik na 20 jaar aangifte zou moeten doen bij de politie om strafbare feiten. Dat vind ik best wel heel heftig, ja. Ik loop daar eigenlijk al vanaf de eerste week, zeg maar, na de ramp had ik al een gevoel. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Het deugt gewoon niet. Het is misschien ook een gevoelskwestie. Maar ik weet nu zo langzamerhand in deze 20 jaar dat mijn gevoel wel uit is gekomen. Omdat er gewoon heel veel dingen verzwegen worden in het land. De gemeente Enschede verwijt ik dat zij gewoon toegekeken hebben terwijl zij wisten dat er mensen onschuldig veroordeeld werden. De gemeente heeft zelf een hele grote verantwoordelijkheid in de vuurwerkramp. Zowel ervoor als tijdens als daarna. En er zijn ook mensen die in dat traject gemeenteambtenaar, laat ik het zo maar zeggen, die hebben gezegd, wij hebben hier 20 jaar mee rondgelopen en misschien moeten we ons mond eens een keer open gaan doen. Je spreekt onder andere over dood door schuld in je aangifte. Is dat niet verjaard? Dood door schuld is verjaard, ja. Maar dood door schuld met voorwaardelijke opzet niet. Dat staat gelijk met doodslag en dat is niet verjaard. En dat onderbouw je in je aangifte? Dat onderbouw ik uiteraard, ja. Gerechtigheid en rehabilitatie, dat vloeit uiteindelijk vanzelf voort uit deze situatie. Als men de werkelijke casus van 13 mei 2000 wil erkennen, dan komt men tot de conclusie dat ze fout hebben gezeten. En dan lag er niet te veel en te zwaar vuurwerk. Daar lag zeker niet te veel en te zwaar vuurwerk bij SC Fireworks. Men doet wel of het uit de lucht is komen vallen, maar dat is niet het geval. Om 3:05 was het goed, om 3:05 was het fout. En dan mag de overheid uitleggen waarom dat zo is. Het proces gaat lopen en het spel gaat gespeeld worden. En ik ga weer onderschat worden en ik zal de zaak in beweging moeten houden. Deze druk is wat kleiner. U doet deze aangifte voor de bewoners van Enschede, maar ook voor uw man? Zeker. In eerste instantie doe ik het voor mijn man en ook voor mezelf. En het is wel de vader van mijn kinderen, hè, die om het leven is gekomen. En dat doet me gewoon tot op heden nog heel veel pijn als moeder zijnde.